Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal en welkom terug bij een nieuwe Plan Met Mij video. Vandaag ga ik weer aan de slag in mijn Classic Happy Planner Vertical. Ik geloof dat dit de All Seasons Planner heet. En vandaag ga ik aan de slag, net zoals de vorige keren van mijn video's van augustus, met de prompt uit de Create Summer Challenge van Esme en mij die wij doen op Instagram. En voor vandaag is de prompt Beach. En dat komt heel goed uit, want ik ga op vakantie. Helaas niet naar een echte strandbeach. Ik ga namelijk naar het Veluwemeer, vlakbij Elburg in de buurt. Dus het is wel een beach, maar niet echt een zee. Dus het thema is een beetje half-half. Ik zit namelijk aan een meer. Maar ja, we hebben wel een strandje voor de deur. En we hebben wel, nou ja, dat thema komt wel heel erg goed overeen met, nou ja, wat ik in mijn planner zou willen hebben. Dus vandaar mijn plan met mij in het beach thema. En ik doe dit met, het is een soort multipack. Ik weet uit mijn hoofd even niet hoe ik heet, maar ik zal de naam hier beneden in de beschrijving even neerzetten. En dat is dit superleuke multipack en daar heb ik twee setjes van. Eén setje heb ik uit elkaar gehaald met het stickerboekje los en het andere setje is helemaal nieuw. Dus daar heb ik ook nog de notitieblaadjes en de, nou ja, andere leuke kaartjes bij aan vast. En dit is gewoon een super, super leuk stickerboek. Ik baal hier echt van, als zij hier een groot stickerboek van zouden uitbrengen, zou ik er echt minimaal twee nodig hebben. Want dit gebruik ik dus in de vakantie en in de zomer heel erg veel. Hier zie je me wat, nou ja, stickers plakken en toch weer optrekken. Ik wist dat ik niet veel plannen heb. Ik heb niet veel te plannen, wel veel plannen, maar niet veel te plannen. Omdat het mijn vakantieweek is. Maar ik wilde in ieder geval voor elke dag als een soort memory keeping opschrijven wat we die dag gegeten hebben als avondeten. Omdat we vaak tijdens de vakantie toch wel hele lekkere dingen eten, is het leuk om terug te zien. En ik wilde daar eerst de stickertjes die je net zag voor gebruiken. Maar ik bedacht mij later dat ik waarschijnlijk niet genoeg stickertjes heb. En toen dacht ik, nou, deze leuke sticky notes passen ook heel goed. Dus ik heb de stickers weer opgepakt. En terug naar het stickerboekje. En toen heb ik deze sticky notes gepakt. Ik gebruik ook nog twee kleine boekjes van Recollections is het, geloof ik. Een merk uit Amerika. Ik heb deze ooit eens overgenomen van iemand. En dit is een zomerboekje. En ik heb ook nog een strandboekje. En die heb ik ook heel veel gebruikt al. Het fijne is dat deze drie stickerboekjes eigenlijk allemaal een beetje dezelfde kleur hebben als het ware. Dus de kleuren komen echt heel goed overheen. Ze hebben allemaal het gelige, het rooige, het rozige. Nou, en het blauwe en het groene dan. Dus dat is echt heel erg fijn. Het komt compleet overeen. Dus vandaar dat ik deze boekjes graag gezamenlijk gebruik. En zoals je ziet komt deze pagina ook echt wel heel snel tot stand. Ik heb deze video wel versneld, maar deze pagina had ik echt met een half uur al af. En meestal krijg ik dat niet voor elkaar. Meestal doe ik daar toch echt wel bijna een uurtje over, 50 minuten vaak. En dit keer ging het echt best wel rap, omdat ik eigenlijk gewoon heel goed wist wat ik wilde doen. En ik heb het stickerboek echt al vele malen gebruikt, dus dat scheelt ook. Ik ben nu een beetje aan de slag buiten beeld, maar je kan nu zien wat ik gedaan heb. Ik heb namelijk een kleine cluster gemaakt met dit, nou ja, boxstickertje. Het is niet helemaal ter grootte van een Happy Planner box, maar dat vind ik niet erg. Ik gebruik hem nog steeds graag. En daar staat op Happy as a Clam, dus zo blij als een schelp eigenlijk. Super raar vertaald, maar ik vond wel een hele leuke sticker en de tinten kwamen precies goed overeen. En daarmee, om wat rood naar deze kant van de pagina te trekken, gebruik ik het zeepaardje, wat ik linksbovenin ook heb gebruikt. En gebruik ik wat hartjes, zodat ik ook aan deze kant van de pagina wat van dat roze, rodige, oranje kleurtje heb. En hier ben ik echt heel moeilijk aan het doen met waar ik nou eigenlijk die stickertjes wil. Ik wil namelijk dat het een beetje verspreid is en dat je niet heel erg je ogen focust op die kaartjes, want dat is het punt niet. Je moet je natuurlijk kijken naar de decoratie en niet zozeer naar die sticky notes. En hier linksboven in de rechterpagina wilde ik graag een soort cluster maken van deze superleuke zeshoekjes. Sinds mijn eerste Journal Met Mij video ben ik weer iets meer into de zeshoekjes. Ik heb toen van Craft Sensations een boek gebruikt waar veel zeshoekjes in zitten. Ik heb daarna ook nog een zeshoekjes journalpagina gemaakt. Daar heb ik geen Journal Met Mij van gemaakt. Maar sindsdien ben ik echt weer wat meer into de zeshoekjes. En ik vind het ook heel leuk om, nou ja, ik vind het gewoon een hele leuke speelse vorm. Zonder dat die gelijk heel rommelig is. Je kan ze heel goed gezamenlijk gebruiken. En hier probeer ik dan weer die slingertjes van de linkerkant terug te laten komen.
Ik decoreer die pagina's, of eigenlijk die sticky notes, met nog wat kleine stickertjes om toch weer iets meer kleur toe te voegen. Die sticky notes die zijn wit met een blauw randje en dat is eigenlijk niet zo heel kleurrijk. Dus voeg ik wat stickers toe. En dit is volgens mij een heel eind hoe de pagina eruit ziet. Ik zit er even te kijken, ik probeer me te herinneren wat ik nog meer toevoeg, maar ik geloof dat dit helemaal redelijk is. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als het zo is, doe even je duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien. Elke dinsdag en vrijdag upload ik een video. Dus zet ook zeker even het belletje aan en dan krijg je ook een melding. Dus tot de volgende keer. Doeg! Thank you.